Ja, Mark, wat gaat er door je heen nu je bolletjespak aan hebt? Ja, ik waan me nu een klimmer. Of een klimschaatser, wat zou ik moeten zeggen? Ja, een klimschaatser. Dat vind ik toch wel mooi klinken. Omhoog schaatsen. Een omhoog schaatsen. Vind je het mooi, een pak? Nee, ik vind het foei lelijk. Maar... Vind je het lelijk? Ja, maar dat vind ik wel weer wat hebben eigenlijk. Maar Hilbert van der Duim had ooit een wereldkampioenschapspak. Ja? Hoe voel je dat? Ja, eigenlijk vond ik dat heel mooi. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen, nee. Volgens mij. Nee, maar de schaatsport is een beetje conservatief. Hè? Ja. En daarom moeten we het ook veranderen. Daarom, met ik trek hem ook gewoon aan. Hè? Maar vind je hem in het wielrennen vind je het dan wel een mooie trui? Ja, in het wielrennen vind ik het wel een mooie trui. Het is toch iets anders in een schaatspak. Maar misschien moet ik er ook nog wel wennen. Hè? Misschien ben ik nog wel zelfs een beetje te conservatief. Weet je wat ik vind? Je bent gewoon een koning om te zien in dat pak. Dan heb je een uitstraling als je op de baan staat. Denken mensen, die heeft echt wat gepresteerd. Ja. Dat is het. Ja, nou, ik denk wel dat als je dit pak ziet, je kan allerlei wedstrijden winnen en een pak aan hebben. Maar je weet als je dit pak aan hebt, dat je maar één wedstrijd gewonnen hebt. Ja, en wat voor een wedstrijd? Ja. Een hele belangrijke. Maar is dit de trigger ook om schaatsers ervan te overtuigen? Denk je dat dit kan helpen om ze mee te laten doen? Ja, tuurlijk. Schaatsers zijn wel ingevoelig. Die willen voor een trui of voor een pak schaatsen. En dat is er nog niet in het schaatsen. Dus dit is een juiste uitvinding om die schaatsport een beetje een impuls te geven. Ik zou dit zeker meenemen. Ja. Ik had hem net ook aan. Ja, niet deze. Echt? Ik dacht al, wat zit hier op Ja, ja. Maar hij voelde echt als een tweede uit. Ik kon niet anders zeggen. Nee. Hij staat je fantastisch, Mark. Nou, klaar voor de stad dan maar, hè?